Goedenavond, dames en heren, bij Spotlight. Met deze Spotlight twee onderwerpen, namelijk een actie van Amnesty International over Saoedi-Arabië en de vredesmars op Tweede Paarsdag. We beginnen met het laatste. Tweede Paarsdag is altijd traditioneel een dag, niet alleen van eieren en van het paasfeest en nog van een meubelboulevard niet te vergeten, maar het is ook een dag waarop altijd een paasmars gehouden wordt, een vredesmars. Dat begon eigenlijk al in de jaren 50 en in de jaren 80 met dus de grote demonstratie tegen de kernwapens is die paasmars daarna wat in de versukkeling geraakt. Maar er zijn toch weer mensen die dat opgenomen hebben en nu alweer voor de achtste maal is er een paasmars. En ik heet hier welkom een van de initiatiefnemers, Rob Bogert. Goedenavond. Welkom in de studio. Ja, die paasmars dat is eigenlijk een heel traditioneel iets. In de tijd van de Koude Oorlog was het nog iets wat eigenlijk helemaal niet kon, helemaal taboe was. Dat waren eigenlijk ultra-radicalen die daaraan meededen. Ja, uitgemaakt voor communisten. Ja, uitgemaakt, dat was het ergste wat er was in die tijd. En dat is eigenlijk maar doorgegaan. En waarom eigenlijk paasmars? Ik denk eigenlijk zoiets is veel logischer bij kerstmis. Dat is het feest van de vrede. Kerst zou natuurlijk een goed moment daarvoor zijn. Toch is dat eigenlijk gewoon weer opgepikt vanuit die traditie uit de jaren 50 en ook 60. Rond de Vietnamoorlog zijn er veel paasmarsen. Was voor die tijd trouwens ook al in de jaren 30 en zo? Niet dat ik weet. Nee. Jullie hebben de slogan stop de wapenhandel. Hè? En dan had ik zelf een beetje de illusie dat na de val van de muur, dus na 89, het afloop van de Koude Oorlog, dat die wapenproductie en wapenhandel inderdaad behoorlijk naar beneden gegaan is. Is dat niet zo? Nee, dat is helaas niet zo. Helemaal niet. Wat dat betreft worden er ook kansen verspeeld. Hoewel aan de ene kant de hoogtijdagen van de Koude Oorlog voorbij zijn, is daar natuurlijk toch wel weer een dieptepunt in gekomen door de hele crisis in voormalig Joegoslavië. Waardoor de oorlog, waardoor de spanning tussen het Westen en het voormalig Sovjetpact weer opgelopen is. Maar is het niet zo dat er in het begin jaren 90 een sterke reductie was van de wapenproductie en dat het daarna dan weer omhoog gegaan is? Of is het van het begin af aan gewoon door blijven gaan? Het is eigenlijk vooral door blijven gaan en dan vooral gericht op modernisering. Wat betekent dat er gewoon ook heel veel wapens op de markt beschikbaar komen die in de hoogontwikkelde westerse landen afgedankt zijn. Ja, dat heb je natuurlijk. Dan denk je, waarschijnlijk dat ik daardoor in die illusie verkeerde van hoogtechnologisch gemoderniseerd en dan minder wapens, maar die worden natuurlijk als tweedehands wapens verkocht in Afrika. Ja, precies. Ja. Ik zie dus eigenlijk bij de organisaties die dus samen die paasmars organiseren een hele reeks mini-organisaties. Maar de grote organisaties, IKV, Interkerkelijk Vredesberaad, die de aanstichter was van de grote demonstraties tegen de kernwapens in 81 en 83, die ontbreekt. Hoe zit dat? Dat klopt. Er zijn natuurlijk binnen de vredesbeweging in Nederland nogal wat conflicten ontstaan. Sowieso rond het besluit van de kruiswapens, waarbij IKV uiteindelijk akkoord ging. En de radicalere vredesgroepen zich organiseerden in het vredesactiekamp of in organisaties als BONK. Ja, bonk. Burgerlijke ongehoorzaamheid. Burgerlijke ongehoorzaamheid en? Nederland tegen kernwapens. Ah ja. Maar dat tegen kernwapens, dat zijn ze toch nog steeds? Ja, hoewel in Nederland het bewustzijn over kernwapens natuurlijk behoorlijk weggezakt is. Na het besluit om de kruiswapens niet te plaatsen, hebben heel veel mensen de indruk gekregen dat kernwapens in Nederland geen probleem meer zijn. Toch liggen er nog steeds op de vliegbasis Volkel in Noord-Brabant een tiental kernwapens geschikt om door Nederlandse vliegers onder F-16's rondgevlogen te worden. Een tiental? Een tiental. Wow, dat valt mee. Nou, elk van die bommen heeft een kracht van 8 keer Hiroshima. Dus dat valt absoluut niet mee. Ja. Want heeft toch honderdduizenden doden betekend. Ja. Waar nog steeds mensen overlijden aan de stralingsgevolgen. Ook nog. Ja. Nou is dus die paasmars, ik zei het al, is een oude traditie die in de jaren 50 is ontstaan. Een tijdje is het weg geweest. Nu hebben jullie dat dus weer opgepakt. Voor het achtste jaar. Ja.
Is dit nou eigenlijk weer een hergeboorte van de vredesbeweging of is het een beetje een achterhoedegevecht? Nou, we proberen natuurlijk door ieder jaar ook weer een specifiek thema te kiezen. Ervoor te zorgen dat daar groei in blijft zitten weer. Ja. Vorig jaar hebben we heel duidelijk de nadruk gelegd op die kernwapens in Nederland en de nucleaire industrie. Dit jaar hebben wij vooral de nadruk gelegd op de wapenhandel en de wapenproductie in de regio Twente. Nederland staat op dit moment in de wereldranglijst op nummer 7 wat betreft wapenproducerende landen. En dat vonden wij eigenlijk reden om eens goed in de spotlight te zetten, om mensen ook bewust te maken van... Vandaar dat je het in Hengelo doet. Ja, want daar zit Holland Signaal, Stork. Maakt wapens. Wat voor wapens maken die? Holland Signaal maakt vooral radar- en wapengeleidingssystemen. Mm. Dus niet zeg maar de daadwerkelijke ontploffingsdingen, maar veel meer het technisch hoog ontwikkelde materiaal wat nodig is om die zaken te lanceren. Ja, nog even terugkomend op die IKV. Er zijn dan verschillende standpunten. Jullie zijn dan misschien wat radicaler. Maar ook dus die wapenhandel en wapenproductie, daar is de IKV toch ook tegen? Ja, al lukt het niet goed om zeg maar de tegenstellingen die er op allerlei facetten zijn te overbruggen en te zoeken naar samenwerking op de gebieden waar we het wel met elkaar eens zijn. Ja, die tegenstelling zit er met name in dat IKV... die was voorstander van de interventie in Joegoslavië. En jullie horen meer bij de geweldloze tak. Wij horen bij de strikt geweldloze tak. Maar de wapenhandel op zichzelf, daar zijn jullie beide toch tegen? Ja, dat klopt. Zal de nadruk daar ook wel iets in verschillen. Nou, is de export van wapens officieel in Nederland verboden als het dus gaat naar oorlogsgebieden? Heel veel gebieden waar een oorlog dreigt. Houdt men zich daar nou aan? In het algemeen zou je zeggen op het eerste gezicht wel. Maar wat blijkt, wapenhandel is een heel mistig gebeuren. Wat we heel vaak zien is dat wapens via land X naar land Y uiteindelijk toch in land Z terechtkomen. Ja. Daarnaast blijkt dat... Een land wat op een bepaald moment geen spanningsland is, 5 of 10 jaar later wel degelijk een spanningsgebied kan zijn geworden. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Dan moet ik eigenlijk zeggen, dat willen jullie natuurlijk ook wel. Je mag überhaupt niet meer accepteren. Ja, maar dat hebben we natuurlijk heel duidelijk gezien rond Iran-Irak. Tijdens de oorlog tussen die twee landen werd er veel geleverd. Uiteindelijk kregen we die wapens op ons gericht tijdens de Eerste Golfoorlog. Maar tijdens die oorlog Iran-Irak bijvoorbeeld, hè? Dat was duidelijk een oorlog. Ja. Is Nederland toen doorgegaan met het leveren van wapens of niet? In ieder geval is er een belangrijk incident geweest waarbij nachtzichtapparatuur is geleverd. Waar Nederland ook een behoorlijke veeg uit de pan heeft gehad daarvoor. Mm-hmm. En verder is het heel moeilijk om daar echt het fijne van te weten te komen. Want dat soort contracten worden niet in kranten openbaar gemaakt. En het is heel onduidelijk via op wat voor mistige routes leveranties precies gaan. Waar een wil is, is een weg. En wat verder bijvoorbeeld heel opvallend is, er was tot februari bijvoorbeeld een wapenembargo geldig voor Indonesië. Na het referendum op Oost-Timor hebben we allemaal de vreselijke manier van optreden van het Indonesische leger gezien. Toch is uiteindelijk in februari het embargo opgeheven en mocht Holland Signaal voor 81 miljoen radarapparatuur aan Indonesië leveren. Terwijl we allemaal kunnen zien aankomen dat op termijn de spanningen in de Molukken, in Aceh, risico's hebben om een vergelijkbare situatie als Timor. Hoe belangrijk is de wapenexport eigenlijk voor de Nederlandse economie? Ja, daar gaan natuurlijk toch miljarden in om. Ik kan dat niet precies Maar heeft benoemen, dus nou de politiek, heeft hij nou iets daarover te zeggen? Zou die het kunnen verbieden bijvoorbeeld? Of kan dat gewoon niet? De politiek kan de voorwaarden, de spanningsgebieden voorwaarden strikter neerleggen. En de politiek zou natuurlijk ook een belangrijke inzet kunnen plegen om te komen tot conversie, ombouw naar civiele productie. Ja, want dat vragen jullie dan aan de industrie zelf. Hè? Een petitie aan de Nederlandse bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapensystemen. En dan vragen jullie initiatieven te ontplooien om binnen 5 jaar de vervaarder over te gaan in plaats van wapens op de vervaarding van nuttige en vreedzame producten. Ik vond dat wel een beetje lief. Zoiets van, nou misschien ook wel naïef, want die gasten die lachen daar toch om. Daar zullen ze om lachen, om zo'n petitie. En het is inderdaad lief gesteld, 5 jaar, toch
Nee, maar behalve die 5 jaar, maar überhaupt, al had je gezegd 25 jaar. Je vraagt iets aan zo'n wapenindustrie. Heb je enig idee dat er iemand is binnen die wapenindustrie die denkt, ja, verdomme, ja, die jongens hebben wel, toch wel gelijk? Ik denk dat mensen die zich met wapenproductie bezighouden natuurlijk toch regelmatig met hun geweten geconfronteerd zullen worden. Ja, heb je daar zeker wel eens in situaties als zij in krantenberichten geconfronteerd worden. Nee, maar heb je daar wel eens iets van gemerkt? Nee, heb je wel eens iemand gesproken? Ik heb nooit iemand gesproken die zegt van, zus of zo vind ik het toch eigenlijk wel. Nee. Maar wat natuurlijk veel belangrijker is dan die petitie, dat is de hoeveelheid handtekeningen die er uiteindelijk onder komt te staan. En het feit dat we met zo'n paasmars, met zo'n paasvredesactiekamp, dat soort bedrijven in de spotlight spelen. Daar zullen ze zich ongemakkelijk over voelen. Want dit soort handel gedijt natuurlijk bij stilzwijgen. Hè? Ja. Op het moment dat veel mensen kennis van zaken hebben, heel veel mensen zullen geschokt reageren, denk ik, als ze horen dat Nederland op nummer 7 staat op de wereldrang. Maar hoe reageert bijvoorbeeld de vakbond, die dus die mensen die in de industrie werken vertegenwoordigen? Die zitten altijd een beetje moeilijk. Hè? Ja, op dit moment worden er bijvoorbeeld plannen gemaakt om zo'n 650 banen bij Holland Signaal weg te bezuinigen. Ja. De vakbond heeft daar natuurlijk als belangenbehartiger van werknemers een positie in. Waarin het natuurlijk voor individuele werknemers ook bijzonder triest kan zijn om je werk kwijt te raken. Dus het kan gebeuren dat er dus nu er is een plan om 650 arbeiders weg te bezuinigen. Nou kan er een initiatief komen van de directie van wij krijgen een grote order van, laat maar iets noemen, Saoedi-Arabië is het onderwerp waar ik straks over ga hebben, of van een ander Midden-Oostenland, waarvan je dan zelfs de vakbond zou zeggen van ja, maar daar kunnen we niet meer meegaan. En dan komen ze in een spanningsveld werkgelegenheid tegenover. Ja. En wat denk je dat ze voor kiezen dan? Ja, ik ben vrij cynisch over de grote Nederlandse vakbonden. Over het algemeen hebben ze in het verleden altijd gekozen voor werkgelegenheid. Precies. Hè? En de bedrijven leveren nu al wapensystemen aan landen die het met mensenrechten niet zo nauw nemen. Bijvoorbeeld de Verenigde Arabische Emiraten, wat in de regio van Saoedi-Arabië zit. Een land waar geen respect is voor mensenrechten. Ja, er zijn er. Nou is er een tweede deel van die petitie, dus een petitie aan de Nederlandse bedrijven en is een petitie aan de Nederlandse regering om afgedankte wapensystemen niet te verkopen, maar in het principe van zware naar ploegscharen om te vormen. Nou, dat vind ik ook zo'n petitie waarvan ik denk, nou, iedereen die zal zeggen, goh, wat een aardige jongens en meisjes, maar niemand zegt er wat van aantrekken. Of zijn er partijen die zeggen, we zijn het helemaal met jullie eens? Dat is op dit moment alleen de socialistische partij. Die zich onomwonden hebben uitgesproken tegen wapenhandel. Oh, GroenLinks ook niet? GroenLinks niet. Nee, GroenLinks wil wel scherpere voorwaarden. Maar verder willen ze op dit moment niet gaan. En dat betekent jullie nou dat bij die andere partijen enige invalshoek? Dat er bijvoorbeeld binnen het CDA, kan ik me het ook voorstellen, dat er mensen vanuit een christelijke ethiek daar grote bezwaren tegen hebben. Ja, uiteindelijk blijkt helaas toch vaak het geld belangrijker. Ik bedoel, zelfs minister Van Aartsen heeft natuurlijk gedurende het debat rond de leveranties aan Indonesië een aantal malen van mening gewisseld. Mm-hmm. Het ene moment was hij tegen die leveranties. Het andere moment vond hij dat weer wel moest kunnen. En het geeft aan dat het natuurlijk een onderwerp is waar iedereen toch wel zeer serieus over na wil denken. Maar eigenlijk is jullie invloed dan, als je het kijkt naar de Tweede Kamer, behoorlijk marginaal. Als je nou kijkt naar maatschappelijke organisaties, naar vakbond hebben we het net over gehad, kerken bijvoorbeeld. Binnen de kerken ligt dit natuurlijk veel makkelijker. Kerken hebben natuurlijk veel duidelijker een houding van, wij moeten naar een cultuur van vrede en geweldloosheid, zoals ook de VN heeft gesteld. Maar heeft bijvoorbeeld een van die kerken, de hervormde kerken, de gereformeerde. Humanistisch Vredesberaad is een belangrijke ondersteuner. Maar dat is kerk. Ja, goed. Het is een levensfilosofische club in die zin. Maar een van dus de grotere of kleinere kerkgenootschappen heeft de zaak ook de Remonstrantse broederschap niet of zo? Niet dat ik weet, nee. Nee. Nou, de kerken laten het maar weer mooi afweten. En dan hebben jullie ook nog een vredeskamp. Hè? Wat gebeurt daar eigenlijk?
Ja, vanaf komende vrijdag zullen we tot 26 april gaan kamperen om vanuit dat vredeskamp directe geweldloze acties tegen wapenbedrijven te doen. Maar in dat vredeskamp wordt er overlegd en zo? Er worden geweldloze acties voorbereid, informatieacties in de regio. Ja. Nou, dan zullen we het nog eventjes ter afsluiting hebben van, waar is het dan precies? Het is in Hengelo, dat weten we al. Het is op tweede paasdag. En het is om 11:30 aan de zuidzijde van het station. Hè? Klopt, recht tegenover Stork. Recht tegenover Stork. Ja. Oh, jullie beginnen al bij dus de vijand te belegeren. Hoeveel mensen denk je dat er komen? Vorig jaar waren het er zo'n 500. Ik ga ervan uit dat het eenzelfde aantal halen moet zijn. En dat is jong en oud? Of is het dat is altijd een heel gemêleerd gezelschap. Het is niet dat je zegt van, dat zijn de vredesapostelen uit de jaren 60. Voor een deel ook, maar zeker ondertussen aangevuld met een jonge generatie vredesactivisten. Generatie. Nou, hartstikke goed. Ik zou zeggen, mensen die dus luisteren en die dus toch met Pasen ook wel even aan de vrede denken. Paasmaandag, in plaats van de Meubelboulevard, kan je dus ook meedoen aan de Paasmars om 11:30 in Hengelo aan de zuidzijde van het station. En je hoeft je niet van tevoren op te geven, je loopt gewoon mee. Hoe lang moet je lopen eigenlijk? Het is een anderhalf uur, twee uur lopen. Anderhalf, twee uur lopen, dat is dus te doen. En voor mensen die slechter been zijn, hebben we pendelbusjes. En nog pendelbusjes ook. Rob Bogert, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. Prima. En heel veel succes. Ja, bedankt.